Ja, ik denk dat het voor hun ook een sensatie is. Voor mij sowieso. Hulp krijgen. Ja, tuurlijk, mevrouw. Een gestrande trein. Het is niet alleen een nachtmerrie voor de reiziger, maar ook voor de NS en ProRail. En daarom is deze Unimog aangeschaft. Een oersterke machine die zowel op de weg en op het spoor kan rijden. Op het moment dat je een kapotte bovenleiding hebt, is het vaak heel erg lastig om een trein weg te krijgen zonder energie. Ja, en deze Unimog kunnen we daar aanslepen. Die wordt eigenlijk de locomotief en de trein wordt de wagon. En zo kunnen we samen met de vervoerder die trein snel wegbrengen. Wat heeft de reiziger hier aan? Nou, de reiziger is hier ook bij geholpen, want hoe sneller de trein van het spoor weggehaald is, hoe sneller de treinloop weer tot stand kan komen. Dus ja, dat betekent veel minder vertraging voor reizigers, dus dat is beter. Volgens de website gestrandetreinen.nl hebben we te maken met 140 gestrande treinen per jaar. Nou, dat zijn er een behoorlijk aantal. Dat levert veel ellende op voor de reiziger. En ProRail verwacht tientallen keren de Unimog te kunnen inzetten om dat te voorkomen. Om sneller weg te werken, laten we het zo zeggen. En ja, dat is voor iedereen toe te juichen. Tijdens de demonstratie van vandaag in Amersfoort wordt duidelijk wat de kracht van de Unimog is. Ja, het is natuurlijk wel gaaf dat je met zo'n apparaat het spoor op kan en daar gewoon een trein mee weg kan trekken. Het is een enorm powerhouse. Hoe krachtig is dit, weet je dat? Ja, 230 pk, maar hij heeft dus wel een overbrenging waardoor hij dus 800 ton weg zou kunnen trekken. Dus ja, de gemiddelde trein in Nederland, reizigerstrein, moet hij op zijn sloffen kunnen. En voor dat powerhouse betaalde ProRail zo'n slordige 6 à 7 ton per machine. Die vooralsnog alleen op het spoor tussen Amsterdam en Eindhoven worden ingezet. Dus ja, zit je in een gestrande trein in de buurt van Leeuwarden of Maastricht, dan is de Unimog nog niet je redder in nood. Nee, dat komt ook omdat we er nog maar 4 hebben. Je moet die ook op strategische plekken neerzetten. We hebben gezien waar kunnen we nu het meeste potentie halen van deze voertuigen. Ook om te zorgen dat we die investering, dat we dat geld zo goed mogelijk neerzetten. En dat doen we in eerste instantie op dit stuk. Ja, ik begrijp dat er 4 Unimog zijn aangeschaft. En je zou zeggen van verdeel die goed over het land. In het noorden, het zuiden, het westen en het oosten. En wat doen ze? Ze zetten ze op één corridor, de corridor A2 Amsterdam-Eindhoven. In. Wat vind je ervan dat het alleen op dat stuk dan is? Ja, ik snap dat je een testperiode moet hebben en dat je goed alles op elkaar moet afstemmen. Maar dat kan je ook op 4 verschillende plaatsen doen.